Ik maak even een heel kort filmpje over voor mensen eigenlijk die niet weten of ze zeker weten naar de hemel gaan. En die niet helemaal weten wat ze daar eigenlijk voor moeten doen. En het feit is dat je daar helemaal niks voor hoeft te doen. Je moet alleen maar geloven. Dat is het enige wat je kan doen en moet doen. Dat is het enige voorwaarde. Het is geen doop. Het is niet je leven omkeren. Het is helemaal niet aan jou, het is alleen maar wat je in je hart gelooft. De vraag wordt hier letterlijk gesteld. And brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? Wat moet ik doen om gered te worden? And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. En ze zeiden, geloof in de Heer Jesus Christ, and thou shalt be saved. En je zult gered worden. Zo simpel is het. Het is niks anders. Dan hebben we hier het evangelie die Paulus predikte. Dit moet je geloven. Dit is de dood, opstanding, begrafenis. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you. Dit is wat Paulus predikte. Which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved. Hierdoor word je gered, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all, that which I also received, how that Christ died for our sins, according to the scripture. Hij is gestorven, and that he was buried, hij werd begraven, and that he rose again the third day, according to the scripture. De derde dag is hij opgestaan, and that he was seen of Cephas, and then of the 12. Hij was gezien. And then, after that, he was seen above 500 brethren at once. Meer dan 500 broeders tegelijk. Of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep. After that, he was seen of James, then of the apostles. And last of all, he was seen of me also, as of one born out of due times. For I am the least of the apostles, that am not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of God. Dit is wat je moet geloven. En als je van Paulus zelf horen het evangelie, wat hij predikte, dan is dit moet je echt geloven. Dit is wat Paulus predikte. Hier wordt de naam die je moet, waar je in moet geloven ook genoemd. Kijk, die naam is Jesus. Dat is een hemelse naam. Het is geen Nederlandse, Engelse, Spaanse, Hebreeuwse, Griekse naam. Het is een hemelse naam. De naam komt uit de hemel. Het is een naam boven alle namen. A men and brethren, children of the stock of Abraham, and whosoever among you feareth God. Als je God vreest, moet je luisteren. To you is this word of salvation sent. Dus als jij God vreest, dan is dit voor jou. For they that dwell at Jerusalem and their rulers, because they knew him not, nor the voices of the prophets, which are read every Sabbath day, they have fulfilled them in condemning him. De Joden hebben condemned him. De Joden hebben hem vermoord. And though they found no cause of death in him, yet desired they Pilate that he should be slain. Hij was onschuldig. And when they had fulfilled all that was written of him, they took him down from the tree. Laid him in the sepulchre. Ze werd begraven. But God raised him from the dead. Maar God heeft hem doen opstaan. And he was seen many days of them which came up from him from Galilee to Jerusalem, who are his witnesses unto the people. Dus hij werd gezien. And we declare unto you glad tidings, how that the promise which was made unto the fathers, God hath fulfilled the same unto us their children. In that he hath raised up Jesus again, dit is de naam, and it is also written in the second psalm, Thou art my son, this day have I begotten thee. And as concerning that he raised him up from the dead, now no more to return to corruption, he said to the wise, I will give you the sure mercies of David, where he saith in another psalm, Thou shalt not suffer thine holy one to see corruption. For David, after that he served his own generation by the will of God, fell asleep, and was laid unto the fathers and saw corruption. But he, whom God raised again, saw no corruption. Be it known unto you therefore, men and brethren, that though this man is preached unto you the forgiveness of sins,
and by him that believe are justified from all things, from which he could not have been justified by the law of Moses. Dus je moet geloven. Maar wat gebeurt er nou als je alleen dit gelooft? Dat staat in Efesiërs 2, vers 8 en 9. Of, 1, vers 13. Als je dat gelooft, dat Jezus Christus, hij is de eeuwige Vader, hij is de God. Zijn naam is boven alle namen. Er is maar één God. And these three are one, zegt het. The Father, the Word and the Holy Ghost. In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth. Dat hebben jullie net gehoord. The gospel of your salvation, het evangelie. In whom also, after that ye believed, nadat jullie geloofden, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Hierna kregen jullie de Heilige Geest, als je dat gelooft. Which is the earnest of our inheritance unto the redemption of the purchased possession unto the praise of his glory. Dus nadat je het hebt gehoord, toen gingen jullie geloven. Of niet, maar als je geloofde, dan krijg je de Heilige Geest. En dat is zeg maar je toegangspasje naar de hemel. Dat is een beetje gek, maar... Zo kom je dus in de hemel. En als je dat dus gelooft, dan ga je naar de hemel. En dat mag je ook weten. Want in 1 Johannes 5 staat hier: He that believeth on the Son of God has the witness in himself. He that believeth not God hath made him a liar. Because he believeth not the record that God gave of his Son. And this is the record. That God hath given us eternal life. Kijk, hij geeft het. Het is niet iets waar jij... iets voor kan doen. Het is niet dopen, het is niet Heilige Maria zeggen. Nee, het is een gift. Het is een cadeau. And this life is in the Son. He that has the Son hath life. He that hath not the Son of God has not life. Dus je moet de Heilige Geest hebben. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God. Kijk, die naam is Jesus. That you may know that you have eternal life. Dat je mag weten dat je eeuwig leven hebt. En dat je may believe on the name of the Son of God. Dat je mag geloven op de naam van de Zoon van God. En dat staat heel duidelijk in Filippiërs 2, vers 9 tot en met 11. Wherefore God also had highly exalted him. And given him a name which is above every name. Dus dat is de naam boven Jehovah. Zijn naam boven Yeshua of Joshua. De naam Jesus is boven alle namen. That at the name of Jesus every knee shall bow. Of things in heaven and things in earth and things under the earth. And that every tongue should confess that Jesus Christ is the Lord. To the glory of God the Father. Dus ja, elke tong zal dat bekennen. En een tong, dat is een tong die je in je mond hebt, maar een tong is ook een taal. Dus elke taal zal dat bekennen. Nederlanders, Spanjaarden, Zuid-Afrikanen, Aziaten, iedereen. Satan zal het bekennen, iedereen. Wat hebben we nog meer? Romeinen 4 bijvoorbeeld. Als je gelooft in je dat je moet worden, dat je bijvoorbeeld je leven moet omkeren, of dat je denkt dat je niet goed genoeg bent, of dat je denkt dat je moet worden gedoopt, iets wat jij moet doen. Kijk eens wat Gods woord daarover zegt in Romeinen 4, vers 4. Now to him that worketh is the reward not reckoned of grace, but of debt. What is debt? Debt is, als je, dat is een goede Nederlandse woord. Schulden. Schuld. Kijk, als jij werkt, als jij denkt dat je ervoor moet werken, dan sta je in de schulden. Er staat hier zelfs boven: Abraham believed God and it was counted unto him for righteousness. Het is constant geloof, geloof, geloof. But to him that worketh not, but believeth on him
that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Dus je moet geloven. Alleen maar geloven. Het is niet iets wat jou doet, wat jij doet. En dat staat ook heel duidelijk in Efeziërs 2, 8 en 9. For by grace are you saved, through faith. Dus door genade zijn jullie gered. And that not of yourselves. Kijk, dat is niet door jou. It is the gift of God. Het is een geschenk. Not of works. Niet iets wat jij doet, niet jouw werken. Lest any man should boast. Dus je kan er niet over opscheppen. Kijk, zie mij, ik heb 50 heilige Maria's gezegd. Nee, je kan er niet over opscheppen. In Matthäus 7, vers 21, dit is wat al die mensen gaan zeggen op de dag des oordeels van not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. But he that doeth the will of my Father, which is in heaven, many will say unto me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? Hebben we niet dit gedaan? Hebben we niet in uw naam geprophesied? And in thy name have cast out devils. And in thy name have done many wonderful works. Kijk naar onze werken. Hebben we dit niet allemaal geweldig gedaan? And then I will profess unto them. Dus dit gaat hij tegen die mensen zeggen die in hun werk geloven. I never knew you. Depart from me, ye that work in iniquity. Dat is wat hij tegen de mensen gaat zeggen die in hun werk geloven. Die denken dat hun geloof niet goed genoeg is. En dan staat hier dus ook van, he that doeth the will of my Father, which is in heaven. Maar wat is the will of the Father? Staat heel duidelijk in John 6, 39. And this is the Father's will, which has sent me. Dus dit is het. That of all things, all which he hath given me, I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. And this is the will of him that sent me. Dit is het. That everyone which seeth the Son and believeth on him, wie in hem gelooft, may have everlasting life. And I will raise him up the last day. Dus als jij alleen dat gelooft, ga je naar de hemel. Het is niet iets wat jij kan doen. En zo simpel is het. Het komt niks meer bij kijken. Dat is het. Dit is het enige. Het is niks meer, niks minder. Het is heel duidelijk allemaal. Als je gaat bij elk woord van God. Zoals in Matthäus en Luke 4 vers 4 staat. Ga bij elk woord van God. Ik hoop dat jullie dit geloven. En dat je het mag weten.